Evelien gaat het allerliefste naar de disco van Misotis. Dat vindt ze het leukste wat er is. En met die disco dan, hè, net als de anderen, je vrienden en vriendinnen, komen jullie extra mooi, hè? Ja, en dan moet papa je haar heel mooi doen met krulletjes. Met krulletjes. Ja, want dan is het pas echt natuurlijk, hè? Maar of dat na de zomer nog steeds kan, is maar de vraag. De stichting moet het centrum waar ze nu zitten van de gemeente gaan delen met Ouma Wahida, het Marokkaanse jongerenwerk. Zij hebben nu, naar eigen zeggen, een gebrekkig onderkomen. Ouma zit samen onder één dak best zitten, maar voor Misotis staan de seinen op rood. Jongeren die hier vinden dat het hun pand is, die willen hier dan hun eigen dingen doen. En op het moment dat je daar een discussie over moet voeren, ja, onze doelgroep heeft gewoon daar een extra zintuig voor. Die mensen zijn heel gevoelig. Die voelen haar van aan dat er iets gaat gebeuren. De stichting gaat dus vrijwillig verhuizen. Dat is naar deze plek. Het Witte Kerkje aan de andere kant van Maassluis. En daar mag 's avonds geen muziek worden gedraaid. Bovendien, voor ouderen uit de buurt is het te ver weg. En dat is een verlies. Dat zo'n oudere dan die gehandicapte letterlijk bij de hand pakt. En dan gaan ze samen naar een evenement. En dan zie je het belang ook van bejaarden zijn niet afgeschreven. Ook als je heel oud bent en ook als je soms de weg kwijt bent. Het gemeentebestuur reageert inhoudelijk pas na de vergadering dinsdagavond. Maar liet al eerder weten dat er in Maassluis veel te veel langs elkaar heen wordt geleefd. En dat dit een mooie kruisbestuiving kan zijn. Ik vind het onvoorstelbaar dat de gemeente zijn fiat heeft gegeven om dit belangrijke, dit waardevolle gebeuren kapot te maken. Dan vind ik eigenlijk dat de gemeente Maassluis een waardeloze gemeente is.